De bedoeling van vanavond is dat we met elkaar gaan praten van speelt nou in hier in de wijk. We hebben gemaakt om er vooral voor zorg te dragen dat we de aankomende periode op meerdere plekken in onze stad met burgers gaan praten, met wijkplatforms gaan praten, maar ook met andere geïnteresseerde burgers omtrent het onderwerp veiligheid. Om vooral ook inzicht te krijgen wat speelt er nou daadwerkelijk in een wijk, in een stadsdeel, in de straat, etc. Via de meldingen die u richting gemeente hebt. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere informatiebronnen die wij, waar wij uit zouden kunnen putten. En de bedoeling van vanavond is dat u in de gelegenheid gesteld wordt, op basis ook, dat zal duidelijk Lubert verder uitleggen, van de omgeving waar u woont, dat u ons signalen geeft van beweging die u ziet, opmerkingen die u hebt. Dat is heel breed, heb ik gemerkt. Wat is de rol van de burgemeester? Is de burgemeester de baas? Ja, oh, ik mag niet vasthouden. Mag wel hoor, maar... Volgens de wet ben ik de baas. In de gemeente Sittard Geleen blijf ik dezelfde rol vervullen. Moet ik ook dezelfde rol vervullen, dat is wettelijk gezien. Maar inmiddels hebben we wel een combinatie bedacht dat we proberen onder mom van integrale veiligheid, proberen we een aantal zaken met elkaar te regelen. U bent de heer Leon van der Pluijm. Dat klopt. En u bent wijkagent in? Oud. Oud Geleen aan de Hasselbrug. En Jans Kamperpark. Aan Jans Kamperpark. Dan bent u de heer Jules Gijzelaar. Alsjeblieft. En dan bent u de wijkagent de Munster en in de Vinder. Ik zit in een wijk waar heel veel doorgaand verkeer is. Ik zit in een wijk waar twee woonwagencentra zijn. Ik zit in een wijk waar een NS-station is. Ik heb nog horeca in de wijk. Ik krijg net de reactie, het eerste dat ik binnenkom, is, je bent de laatste. Ik ben erg veel in het dorp met scooter. Dus, ja. En daar zie je de cruciale rol ook van de wijkagent, maar ook van de burger en ook de gemeente. Want als je elkaar de handen vasthoudt, daar ben ik ervan overtuigd. Dan kunnen we echt een punt maken. Van harte welkom op deze bijeenkomst in de Oase in Sittard. De tweede bijeenkomst in het kader van de Week van de Veiligheid. Hier. En ik merk, zeker in de wijk waar ik dan zit, stad Broekbroek Sittard, dat het een aantal jaren duurt voordat je het vertrouwen krijgt in de mensen. Nu beginnen we er de vruchten van te plukken. En ik zeg we, maar ik doe dat niet alleen. We zijn daar in de positie dat we een veilige buurtteam hebben. En gezamenlijk proberen wij dan ook de zaken op te pakken in de wijk. Ik heb ook heel veel contact met onze integrale netwerkpartners, waar we gewoon de problemen samen proberen aan te vliegen. Ja. Bent u er graag in uw wijken? Heel graag, ja. En zien ze u ook graag? Dat mag ik kopen van wel, ja. En dat u dan als inwoner bij die tafels gaat staan, om de tafelleiding, er komt een notulist en een voorzitter van de gemeente Sittard Geleen die het gesprek gaat leiden. Ik wens u veel succes en tot zometeen. Mijn naam is Pink van Nieuwburg en ik ben regisseur openbare orde en veiligheid. En ik denk een aantal mensen die hier zitten kennen mij nog uit mijn vorige job. En dat was stadsdeelmanager. Op de eerste plaats wil ik jullie hartelijk danken voor jullie enorme inzet. Ik kijk wat mijn collega's geschreven hebben. Dan leeft het thema zeker bij jullie. En ik moet ook eerlijk zeggen wat ze opschrijven. Dat geeft ons in elk geval stof tot inzet. We hebben het liever melden en we geven ook aan of we er wel of niets mee kunnen. Dus gewoon melden, dat is het allerbeste, want anders krijg je een verkeerd beeld. Ja. Wij zijn ongeveer voor 20% doen we de gewone meldingen, het gewone dagelijkse politiewerk ook in andere wijken. Wie groot werd ook weggehaald, maar hoe dan ook, ik weer een nieuw rotje, dus ja, dat is niet meer leuk. Nee, maar goed, ik heb ook wel eens gebeld. Ja, soms wel. Ik word ook heel erg vergeten. Dit is met name de geluidsoverlast wat besproken is. Ook nog een stukje hard rijden. Ik heb dat net bij mijn collega ook gehoord, van Seringelaan. Je kunt niet wegkijken. De burgers hebben ook een verantwoordelijkheid. En ik wil graag samen met jullie als politie staan voor die veiligheid. Dus we zullen het samen doen. Dus de vierde bijeenkomst, dames en heren. Wij zijn door de raad opgeroepen om de aankomende periode, het beginnen eigenlijk de afgelopen week zijn begonnen, vorige week zijn begonnen, maar de aankomende periode ook in vergelijking met vroeger, laten we het zo maar zeggen, veel sterker ook met de buurten te communiceren en te kijken wat daar precies leeft. Stel, wij krijgen een melding als zijnde wijkagent, dan kan het zomaar zijn dat je een terugbelbericht krijgt en die zie je dan in je mailbox op het moment dat je weer in dienst komt. Soms lukt het om dan diezelfde dag terug te bellen en soms duurt het een paar dagen. De onderdelen natuurlijk zijn hetzelfde. Ik denk dat bijvoorbeeld de overlast jeugd
dat je dat in iedere wijk tegenkomt. Iedere wijkagent kan er iets over vertellen. Maar u geeft aan, ik ga overlast vanwege de rotzooi die ik daar constateer. Maar we zijn er wel nadrukkelijk mee bezig. En wat je toch niet nodig hebt, is inderdaad het melden van het verhaal, zodat we weten welke tijd ze op welke plaatsen dat plaatsvinden. Dus dan kunnen ze nemen alle kanten op kieken. Dus. De vragen zijn met name over op het moment dat er grote incidenten gebeuren bij Gemmelot. Dan heeft dat veel impact op de wijk. En wat betekent dat dan concreet voor de buurt? Dezelfde vragen zijn eigenlijk rondom het rangeerterrein. Wat als het daar niet goed gaat? Is de afstand dan te klein of is die goed? Of wat voor een effect kan dat hebben op ons als wijkbewoners? Maar bij ons aan de tafel gaan we heel duidelijk aan. We zijn het gewoon beu. De daders worden steeds brutaler. Het signaal wat de burgers afgeven dat het ook daadwerkelijk vertaald gaat worden. Is het meest naar voren gekomen tijdens die debatten? Nou, kijk, wat aan de orde is gekomen is het veiligheidsgevoel van de burger. En het objectieve veiligheidsgevoel zoals we dat met cijfers meten. En daar zit nog wel eens een verschil in. En in deze avond hebben burgers goed kunnen aangeven wat zij ervaren in de wijk. En dat heeft ons een aantal nieuwe inzichten gegeven over de feitelijke situatie in de wijken. En dat is divers. Dat kan soms gaan over hondenpoep, om maar zo te zeggen. Maar ook gebrekkige verlichting. En soms ook de overlast die er in straat is van dealers, van drugsdealers enzovoort. Voor ons als beveiligingsbedrijf toch wel de interesse dat mensen zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel eens weten hoe mijn woning ervoor staat op het gebied van hang- en sluitwerk qua veiligheid. Waar zitten de zwakke punten? Wat zou kunnen verbeteren? Dus er zijn toch veel mensen die zeggen, nou, ik wil wel gebruik maken om zo'n veiligheidsscan van mijn woning te laten maken. Hoe veilig zijn de huizen in het algemeen in Sittard-Geleen? Daar valt nog heel veel te verbeteren. Ja, de meeste mensen denken dat hun woning veilig is. Maar als iemand dus met de ogen van een inbreker er naartoe kijkt, dan komen ze er toch wel achter dat er nog wel het een en ander te verbeteren verbandt. Ja.